binnen met je knecht. En we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw schimmeltje buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoten.
Jezus. En natuurlijk Sinterklaas en onze Pieter. Van harte welkom in Sint-Anna-parochie. Want wat zijn we blij dat jullie er weer zijn. Dank u wel, burgemeester. Dank je, dank je. We staan weer op een andere plek. Want we zitten als gemeente midden in de verhuizing. We gaan allemaal naar Franeker. Dus daar hebben we maar gezegd van we gaan in de verhuiswagen staan. En het voordeel is natuurlijk, dan kan iedereen u ook goed zien, Sinterklaas. U zegt, wij gaan naar Franeker? Jazeker, Sinterklaas. En het is toch wel de bedoeling dat wij volgend jaar hier weer arriveren? Nee, dat natuurlijk altijd, maar dat is een politiek verhaal. En ik als burgemeester wil daar liever nu niet over praten, dat begrijpt u. Maar we hebben hier wel wat aangedaan, Sinterklaas, hè? Met dat hele vieze weer, nu in een cabrio te zetten. Ja en nee. Het was een vrij beperkte cabrio. Maar hij rook wel heel lekker aan de binnenkant. Is dat zo, Sinterklaas? Hij rook geweldig. Hij rook naar pizza. En houdt u van pizza, Sinterklaas? Sterker nog, Sinterklaas is dol op alles wat met de letter P begint. Daar heb je gelijk aan, pizza. Paella. Pepernoten natuurlijk. Ja, pepernoten natuurlijk. En pieter. En Sinterklaas. Eten die pieter van u wel goed? Of mijn pieter goed eten, zegt u? Jazeker. Waarom vraagt u dat? We zijn helemaal uit Spanje hier. Alle dagen boerenkool met worst eten. Of zuurkool. Of bruine bonen. Dus de conditie is echt wel goed. Maakt u zich geen enkele zorgen daarover. Ons pieterteam verkeert in een uitstekende conditie, zoals Sinterklaas al heeft aangegeven, door krachtvoer wat we elke dag krijgen. Dus geen dak is ons te hoog of te glad. Wij komen er wel. Ik snap al uw vragen. U heeft allemaal vragen. Maar waarom vragen u eigenlijk wou ik mijn schoen zetten vanavond, maar met het vieze weer en die gladde daken, kan dat wel? We hebben schoenen met anti-slipzolen. Er is niks aan de hand. Dat komt allemaal. Aan het touw springen, burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes. Hierbij verklaar ik namens de gehele gemeente de Sinterklaasperiode in Sint-Anna-parochie voor geopend. Ja, geweldig. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Nou, dan moet ik nu weer verder. Ik moet nu naar Sint-Jacob. Maar jullie redden verder hier wel, hè? U heeft het mij erg druk. Dank u wel, meneer de burgemeester. Jongens en meisjes, mogen we een hartelijk applaus voor de burgemeester. Dank u wel, burgemeester. Tot volgend jaar. Nou, Sinterklaas, dan wordt het eigenlijk tijd voor een beetje... Ja, wat zullen we doen? Zingen misschien? Zingen misschien. Ah, maar natuurlijk. Maar daarvoor hebben wij de muziekpiet. Waar is de muziekpiet? Willen ze jongens nog even roepen om de muziekpiet? Muziekpiet! Nog één keer. Muziek! Zie jij hem, Sinterklaas? Zullen we maar weer weggaan, hoor, Piet? Nou, waar is de muziekpiet? Ahaha, daar is de muziekpiet. Kom er eens even bij, muziekpiet. Nou. 1, 2, 2, 2, 2, 2. Hoi. Dit is een hele professionele muziek, Piet. Nou, Piet, je mag zingen, eindelijk. Hier heb je een heel jaar op gewacht, toch? Echt? Echt waar. Nou, echt waar? Zet hem op. Piet, wilt u mijn draag weer afdoen? Wat gaat er gebeuren? Draag af, hè? We gaan een verkleedpartij zien van de muziek, Piet. Ik ben reuze benieuwd wat er onder vandaan komt. Wow. Kan ik een jasje aankrijgen? Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Hey. Spetterend optreden. Hallo. Are you lonesome tonight? Hallo. Muziek. Hobar. Homa. Apart? Iets meer tempo, Piet. Iets meer tempo. Oh.
Tempo, 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 tempo! Rock and roll, prima! Yeah. Hey. Hij doet het niet. Geen rock and roll toch? Rock and roll, rock and roll! Wat is dat rock and roll? Weten jullie wat rock and roll is? Zou die dat al kunnen? Shave it, prima! Come on! Nou, dit wordt geen rock'n'roll helaas voor jou. Dan heb je nog zo je best op gedaan. Nou, iets dat meer... is anders. Het gaat over gevangenis. Ik kan niet stoppen, jongeman. Jongeman, stoppen. Oh. Lieve Piet, dat kan toch helemaal niet? Ook niet. Oh. Het moet iets... Nee. Iets meer van deze tijd. Want dan is... Stoppen! 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 Vinden de kinderen dit nou leuk? Oké. Maar iets misschien met eten wat een beetje bij deze tijd past? Ja! Een koek! Een koek? Ja! Past bij deze tijd. Met een cadeautje. Heb je een cadeautje? Koek en een cadeautje. Nou, pak dat eens uit. Ik heb een koek en heb een pan. Pannenkoek. Ik heb een koek en heb een pan. Koek en pan. Pannenkoek. Koek en pan. Nou, mogen we even een heel groot applaus voor de Joep Joep Muziek, Piet? Ja, super op de we'll be right back.
Oh.